In Genk gaat het 24 uur durende wandel- en loop-evenement van de jaarlijkse levensloop door op de piste van de Atlas Campus. Ik vond het heel, een hele eer om gevraagd te worden door de artsen. Want ja, normaal is het ieder jaar een arts van ons ziekenhuis die hier als Peter staat. En nu wouden ze graag eens dat een verpleegkundige naar voren trad. Om ja, ook te laten zien van kijk, naast een arts is er eigenlijk nog een heel team van mensen die achter de zorg staat van de vechters. Dus ik vind het heel fijn dat ik die mensen mag vertegenwoordigen hier vandaag. Bart, ja, je bent er weer bij ons, Peter. Ja, met veel plezier. Hè. Dus we hebben deze week enorm hard gewerkt. Maar ook deel uit van het logistiek team. En het is zoals ze juist zeiden, we hebben een nieuwe opstelling. Maar dat zijn ook nieuwe problemen. Maar het zijn allemaal vrijwilligers die dat allemaal gratis doen. En het is toch wel fantastisch wat een mooi team dat we hebben. Dat allemaal de neus in één richting staan. Eigenlijk als ondernemer zit je bijna jaloers dat je niet zo'n team in je bedrijf hebt. Het is ongelooflijk wat een enthousiasme dat hier te zien was deze week op de wei. Ja. Want jullie zijn voor ons toch ook wel de helden van vandaag. Ik hoop dat jullie ook uit deze actie, uit vandaag, kracht kunnen putten om dat vechten verder te zetten. En dat je voelt dat iedereen die hier aanwezig is de steun aan jullie willen geven. Ja, ze zijn. Voilà, plaats ze maar. In het middelpunt, Hassan. Na de inleidende speech gingen de vechters dan de piste op. De vechters stelden zich op aan de ene kant van de piste, waarna ze allemaal een rood hartje kregen van de deelnemende verenigingen en bedrijven. Een klok telde af om aan te duiden hoe lang de wandelaars en lopers nog zouden moeten rondjes maken. Er was afgesproken dat van de verenigingen die meededen er gedurende 24 uur minstens één deelnemer op de piste moest aanwezig zijn, ook tijdens de nacht. Op het middenplein was het voortdurend animatie voor groot en klein. Alhoewel de weersvoorspelling voor de komende uren niet erg gunstig was, bleef levensloop doorgaan.